Woe! Oké, Elven Siege. Eén kogel, oké. DDT Sector, oké. Eén kogel, omdraaien. Oké, hebben we ook. Ballistic Knife. Easy peasy lemon squeeze. Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal GamesReal. En in deze video, zoals je ziet, doen we iets anders dan wat we normaal eigenlijk doen in Black Ops 3. Het is na een hele lange tijd er weer in gun game. In Black Ops 3 jongens, maar niet zomaar een gun game. Een epic, of een, hoe heet dat, een blackjack gun game. Dat houdt dus in dat je met wapens van de black market kan spelen. Dus zeg maar DLC wapens. Wat super awesome is natuurlijk. Want dat heeft er al een keer eerder gezeten. En toen speelde Jan het. Ik had de video laatst nog gezien van Jan met de Blackjack Gun Game. En nou zit het er gewoon weer in. Holy shit. Oké, jammer weer. Oké, we spelen trouwens 2 potjes. Of misschien 3, ligt eraan hoe snel het allemaal gaat. Ja, de eerste game is op de map Nuketown. Super chill natuurlijk. Gun Game is natuurlijk altijd chill op lekkere kleine maps. En Nuketown is de kleinste map. Dus dat is nice. Oké, we hebben de M16 nu. Maar het is zo gewoon, het zijn alleen maar DLC wapens, dat is het. Van alle categorieën wel eentje, ik weet niet of er een lounge, jawel, er zit ook een launcher in. Snipers, van alles, handguns, en we zitten nu met de Peacekeeper. Met een mooie scope drop, en oh, dit is de Galil. Ja, dit is het enige wapen wat ik nog wil hebben in Black Ops 3. Ja, maar ik heb hem waarschijnlijk, ja, ik weet niet of ik hem ooit nog ga krijgen. Oké, okay. We gaan echt zo snel. Ik ben gewoon een beetje aan het uitleggen. Oh, dit wapen had ik dus uit mijn bribe gekregen, dat was de... V8 Ballistic of zo. Dit is de Ajax, die heb ik ook. Oh, deze heb ik ook. Dit is de. Oh ja, dit is zeg maar de DSR, de RSA Introduction. Wat op zich een best wel rugsniper is, omdat die zeg maar best wel kut aimt. Vriend! Oh my god, dat was niet maar. Oh my god. Oh my god! Ik zweer, snipe om nuke, dat gaat fout. Dit ding is zeg maar een beetje een hitmark machine. Maar hij zoomt zo sloop in. Dat duurt echt fucking lang voordat je ingezoomd bent. Dus quizcode met dit ding is een beetje moeilijk. Maar we hebben de kill, dus dat is mooi. Achter mij volgens mij. Hop. Oh, die quizcode was wel hard. Oké, we hebben nu de L4 Seeds natuurlijk. De launcher die... Oh, wat de hel. Dit ding is zo bout, hè. Oké, we hebben de kill al. Kijk, dat ding is gewoon... Oh, daar. Oh, shit. Oh, shit. Achter me. Oh, ik heb turn. Oké, oh, Shadowclaw. Ik kreeg ook een hitmarker van een auto. Oké, we zitten alweer bij het laatste wapen. De Ballistic Knife. Oh my god. Ik wou even laten zien dat die guy niet... Wat is deze guy aan het doen? Ik snap het niet. We gaan 20-7 natuurlijk super nice scoren. Maar ik zweer deze man. Het is zo leuk. Ik vind Gun Game de leukste game mode in Call of Duty natuurlijk. Het is gewoon... Ja, het is gewoon leuk. Je kan een beetje kloten, een beetje wapens uittesten. Vooral de DLC-wapens nu. Het is gewoon de versie dat je DLC-wapens kan uittesten. We gaan denk ik gewoon 3 potjes doen. Dit was game nummer 1. We gaan naar game nummer 2. Tot zo. Zo mensen, zijn bij game nummer 2 aangekomen. Deze keer is het op de map Combine. En je begint met de Rift 9. Oké, en... Daar. Ik vind dat pistooltje op zich nog best wel leuk te gebruiken, de Rift. Oh, kut. Oké, de Marshall Dual Wield. Pats. Die vent is weak. Hij gaat nu mijn rushen. Maar ja, die vent, ik had hem al 2 keer geraakt. Dus ja, dan kom je ook niet zo ver. De Banshee. Want dit ding is een beetje... Oh, dit... Oh, shit. Oh, ga weg, ga weg, ga weg. Nee, kutzooi. Het is best wel druk. We krijgen wel lekkere kleine mappies. Dood, dus dat is wel chill. De HG40, oké. Ook wel een te doen wapen, zou ik maar zeggen. Oh, wat? Halix 4. Oh, de... oh, van elkaar. Oké, GG. Wat? Oh, die vent, die had echt geluk daar dat hij mij nog had kunnen killen daar. Hier rechts zit er ook één. Oh, die is daar niet meer. Oh, nee. Oké, deze keer had hij mij niet. Ik heb hem wel. De nieuwe gun, de do-it-yourself. In mijn nek. Oké, hoe ik die guy nog had gehit daar. I don't fucking know, man. I don't know. Oh, hij had hem ook. Oh, shit. Ik had hem net op tijd. Ik ben wel weak. Daar, F-F-A-R. De fam was natuurlijk. Dat ding. Oh, ik killsteal die guy. Ik killsteal die guy heel erg. En ik kill hem ook nog. Oh, wat gay. Oh, dat was heel erg vies. Oké, de peacekeeper met de thermoscope erop. Jezus, wat een rugscope is dat. Oh, daar. Ja, ik zweer. Ik vind dat wapen zo lijp. Fucking de... Ja, ik kan het gewoon niet eens bijhouden, man. Ik ga nog best wel snel nu. In mijn nek. Oké, okay, nice. Oh, shit. Oké. Het was natuurlijk de Galil die ik had. Die wil ik nog hebben. Dat ding is gewoon... Ik snap niet waarom mensen die soms gewoon gay vinden. Hij is een beetje slow, maar als je gewoon de juiste attachments erop hebt, dan is dat ding awesome as fuck. Zit hier allemaal. Ja,
Ajax heel sterk. Ik ben gewoon lekker mee sprayen. Oké, ik had gescoopt, Nu wel, nu heb ik wel gescoopt. Waar is die guy dan? Hij werd hier net doodgeschoten. Ik heb een sniper op deze afstand. Oh shit. No scope. Ah, oh shit. No scope. Oké, ik wou het nog een keer proberen. Dat was niet zo slim. Wacht, ik wil no scope. Let op, Oh nee, kut. Oké, die no scope was wel heel vies daar. Oké, wacht. Misschien kunnen we nog een no scope hitten. Let op. Oh my god. Oké, no scope werkt niet echt. Ja, die snipers. Ik weet niet wel hoe deze snipers allemaal schieten. Ik ga er maar gewoon mee inzoomen. Bam. Wat? Wat? Hoe was die mis? Ik dacht dat dit wapentje ook in zo'n hendeltje over moet halen. Maar hij schiet gewoon de hele tijd door. Dat is fucking chill. Kom, laat je kop zien. Kom. Oh jezus, ik ben zo slecht met deze snipe. Ook gewoon die scope, ouwe. Ja. Oké. Toen net kregen we easy een kill ermee. Maar nu lukt het gewoon niet. Het kan wel. We kunnen er wel een kill mee maken. Maar dan moet het ook even laten zien. Daar zit iemand. Oké, nice. We hebben. Oké, easy. Oké, de L4 Cheese. Ik weet niet of het binnen ermee schieten verstandig is. Oké, we hadden... Oh, we hadden hem in één keer. Wacht. Oh ja, de D30 sector. Daar moet je echt goed timen om iemand te killen. Oké, dat is dus niet zo'n goede time. Kut, hij rende weg. Want er zit een beetje een delay in. Dus als iemand springt en hij komt neer op zijn voet, dan moet je pas eigenlijk schieten met dat ding. Oh, dit is zo... Ik hou van dit wapen. Oh, ik had bijna double kill. Pat. Nee. Deze guy is zo raar. Ik zweer. Hij weet echt niet wat hij doet volgens mij in deze game, man. Oké, de fucking ballistic knife. De laatste wapens. Ja, fuck off hoor. Je gaat me niet killen. Deze dingen zijn zo nice. Oké, wacht. Hier zit iemand. Let op. 3, 2. Kut. Ik wou hem trollen. Nee, dan kill je. Wacht. 3, 2. Oh shit. Ik wou hem trollen, man. Dan killstealde hij mij. Want die vet had echt helemaal niks doordat ik in zijn nek zat. Ja, we staan al gewoon weer easy voor. We hebben al gewoon easy. Gewoon 21 om 10. Want iets te veel deads. Maar ik ben meestal in Gunga een beetje aan het kutten. Want ja, meestal win ik wel. Ik zeg gewoon hier. Yeah, gewoon 6 kills boven de guy die tweede staat. Dus it's easy, man. Easy peasy lemon squeezy, zeggen we dan. Maar jongens, we gaan natuurlijk 3 potjes doen. Dus op naar game nummer 3. Tot zo. Zo mensen, zijn bij het laatste potje aangekomen. Het is weer op de map Combine. En dat is eigenlijk best wel nice. We spannen natuurlijk weer in met de Rift 9. I9. Sorry, ja, ik moet het wel goed uitspreken. Let op. Oh, ja. Haha, killsteal. Boom, boom. Oh, ik zweer, die marshals zijn ook gewoon geniaal om te gebruiken. Oké, we staan nu alweer voor. Het gaat lekker. Nice kill. Oh shit, die vindt dat echt geluk, ouwe daar. Oké, de HG40 natuurlijk. Dit is volgens mij long barrel zo te zien. Want het richtpuntje is anders. Dat kan je wel goed zien aan dit wapen. Op zich is het ook niet een verkeerd wapen. Oké, dat switchen, man. Dat switchen. Oh, als dat net 1 secondetje eerder was daar, dan had ik die kill gehad daar. Helaas. Oké, de PP is H. Let's go with this. Oh, dat ding is zo sterk, hè. Doe het jezelf. Daar is ook neer. Ja, ik weet niet wat we doen, hoor. Maar ik speel gewoon echt een beetje kloterig, weet je wel. Kijk, ik ben er gewoon een beetje aan het kutten. Ik kill gewoon iedereen, zelfs met een M16 op die range. Like, what? Peacekeeper. Ja, dit wapen is gewoon kut. Dit wapen is niet kut, maar de scope die erop zit maakt het gewoon kut. Want ja... Oké, oh, die kill daar. Oeh, de Khalil. Ik vind het zo'n nice wapentje gewoon. Het ziet er gewoon sick uit. Deze gun ziet er gewoon lijp uit, dat zeg ik je eerlijk. Clean kill. Ja. Nee, ja. Kut, oh kut, oh shit. De M is Garant natuurlijk, die met dat mooie plink geluidje. Is die weggerend, joh? Hij is gewoon weggerend voor ons. Maar de gozer, het gevecht speelde... Oh, daar heb je hem trouwens. Yeah. Het gevecht speelde... Oh, ik heb dropshot. Ho! Dat was echt een van de eerste dropshots na lange tijden in Black Ops 3 voor mij. What the fuck? Ajax! Oh shit, oké, we hebben weer sniper. No scope. Ik kreeg niet meer no scope. Oh my god. Dit wapen is echt niet chill, vind ik. Ik heb dit wapen ook. Ik heb hem nog nooit in online gebruikt. Ja, oké, in gungame dan. Maar de hitmarkers hou. Als ik daar die no-scope gewoon een fucking one-shot hitte, dan ging ik echt lachen gewoon. No-scope! Ja, oké, ik moet het eigenlijk ook niet gaan proberen, weet je wel weer. Die no-scope met dit wapen. Dat gaat denk ik toch niet werken. Je moet echt tegen iemand aanstaan. Wil je dat kunnen? Nog een sniper. Kut! Jij krijgt 2 snipers achter elkaar. Dat was ik vergeten. Oké, kijk hier. Flat. We hebben gewoon een camootje, jongens. Woe! Oké, Elfer Siege. 1 kogel, oké. D30 sector, oké. 1 kogel, omdraaien. Oké, hebben we ook. Ballistic knife.
Easy peasy lemon squeezy. Ja. Oh shit. Oh shit. Dit is toch geweldig, man. Ik zeg van, oh, kill, kill, kill. En dan maken we de fun kill. Zie je, als die neerkomt, dan moet je schieten. Dat is de timing gewoon. Dat ze gewoon niks kunnen. Ja, dit waren 3 super awesome potjes gun game. We gingen gewoon lekker natuurlijk met de DLC wapens die in de game zijn gebracht. Black Ops 3 heeft nu een soort van update uitgebracht. Dat je hebt nu dubbel weapon XP, dubbel XP dacht ik ook, en dubbel crypto keys. Ze hebben ook weer een bundel van 100 supply drops. Maar ik vind dat nu niet waard, want ik heb alle goede wapens. Oké, je hebt Olympia, de Galil heb je nog, maar hè, €40 dacht ik dat het kostte voor wapens die ik toch eigenlijk niet echt nodig heb. Hè? Vind ik wel iets. Ja, ik heb het al een keer gekocht, 100 supply drops. Dus ja, ik weet al hoe je die. Je krijgt er altijd wel goede shit uit. Dat is wel. Maar ja, dit was de video, jongens. Dit was de Black Jack. Ja, ik weet niet. Epic. Het zit nog steeds in mijn hoofd van IW, want die heeft het ook gedaan. Ja, Black Jack Gun Game. Dat was super awesome. 3 echt goede, snelle potjes. En ja, ik vind het echt nice dat ze gewoon weer dit erin hebben gedaan. Dus kijk, je hebt ook Nuketown er nu in zitten. Ze hebben gewoon dubbel XP bij allebei. Dat is super awesome. En Blackjack Gun Game is gewoon super awesome om te spelen. Dus er kan waarschijnlijk nog wel een video online komen van dit. Want ik vind het echt leuk om te doen. We zien ook dat we er ook best wel goed in zijn. Dus dit gaat zeker goed, jongens. Dit was de video. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen. Dat zou ik super top vinden. Abonneer op mijn kanaal. Ja, en dan heb ik niks meer te zeggen. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mensen.